Luc de Jong, wat gebeurde er vanavond? Ja, iets waar we ons heel erg voor moeten schamen, denk ik. Ook naar de fans toe, de meegereisde fans, iedereen die PSV een warm hart toedraagt. Die heeft heel veel pijn gehad vandaag en wij ook als spelers zijn. En dat moeten we ook maar even voelen, denk ik. Want als je zo 5-0 verliest hier, dat mag natuurlijk niet gebeuren. En daar moeten we ons voor schamen, wat ik al zei. Hoe kan het dat je zeker na rust die grip zo kwijtraakt op de wedstrijd? Ja, ik vind het moeilijk te zeggen. Kijk, Willem II die gaf gewoon alles en wat... Ja, dat is het enige wat ze ook konden doen. Ze hebben niks te verliezen vandaag. Alleen, ja, wij spelen vaker tegen dat soort tegenstanders. En dan moeten wij zorgen dat we op zijn minst evenveel agressiviteit en duelkracht tegenover zetten. En dat zat vandaag niet in. We speelden niet goed en we verloren veel ballen. De duels die we verloren. En dan krijg je het heel moeilijk ook tegen zo'n team. En dat het dan 5-0 wordt, dat is misschien alleen maar goed ook. Dan voelen we het misschien. En dan kunnen we hier alleen maar op gaan reageren. Maar het doet wel heel erg pijn. Jullie stonden 10 punten voor op Ajax, sta je natuurlijk nu nog steeds. Is het ook iets met druk of kampioenstress, dat woord hoor je dan langskomen. Is dat iets dat dan ook meespeelde vandaag? Nou, dat wil ik niet zo zeggen. Kijk, we weten, heel veel spelers zijn er gewoon bij geweest bij de kampioensjaar 2 jaar geleden, jaar daarvoor. En we weten wat er gevraagd wordt dat is duidelijk. En ja, dat is het denk ik niet. Het is gewoon... Hoe je het ook wil noemen, een off day of wat dan ook, maar ja, het mag gewoon niet gebeuren. En we willen gewoon, hopelijk kunnen we snel een reactie opgeven volgende week. Hoe was het net in de kleedkamer na afloop? Nou ja, het heeft eerst even gedonderd en daarna was het toch wel even stil. En dat is ook terecht, want alles moet wijken op dit moment voor het kampioenschap. En dat moet duidelijk zijn en daar moeten we vol op focussen op dit moment. Is het nu ook het besef, we zijn er nog niet? Dat besef was er zeker al, bij mij in ieder geval, maar ik denk ook bij de rest wel. Maar dat is iets, dat hebben we ook tegen elkaar gezegd, jongens. Blijven doorgaan totdat het zover is, als het zover komt. Want we moeten gewoon blijven strijden daarvoor. We staan nu nog 10 punten voor, wie weet wat er morgen gebeurt. Maar we moeten gewoon elke wedstrijd blijven strijden, alles geven. En het wordt je niet zomaar gegeven en dat moeten we beseffen.